De afgelopen dagen, of eigenlijk elke dag, word ik tientallen keren gevraagd naar een update over Cardano. Maak een update-video. Wat gebeurt er met Cardano? Wat is er aan de hand? En om eerlijk te zijn, ik word een beetje gek van al die vragen. Want mensen kijken echt op de short term, van dag naar dag. Dat moet je echt totaal niet doen. Zeker niet bij Cardano. Dat is wat mij betreft een echte long-term hold. Er is nieuw nieuws uitgekomen over Cardano, dus ik wil je in deze video eventjes bijpraten. Waarschijnlijk weet je het al wel, maar ik ga je wel bijpraten en ik ga je ook mijn verwachtingen geven voor de komende tijd en dus ja, ook voor de short term. Hey, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Corné en voor als je nieuw bent op dit kanaal deel ik alles omtrent online ondernemen, geld verdienen met het internet en je geld investeren en traden in cryptocurrencies. Als je dit nu tof vindt, vergeet dan even niet om op die like-knop te klikken. Ik merk dat YouTube mijn video's minder laat zien, dus het zou mij heel erg helpen als je even op die like-knop zou klikken. Dan komt hij wat hoger in het algoritme en dan wordt hij aan wat meer mensen laten zien. En of je even op die abonneerknop zou willen klikken als je dit soort updates niet wil missen. En als je Cardano natuurlijk vet vindt en nog niet geabonneerd bent. Alvast heel erg bedankt daarvoor. In deze video dus een update over Cardano. Voordat ik verder ga met de inhoud en de update, zou ik je willen vragen. Of nou ja, niet willen vragen. Mocht je de gratis Discord chat willen joinen of mijn 5 Crypto Gems video willen aanvragen, link staat in de beschrijving. Net als mijn Crypto Night cursus. Reacties daarop zijn geweldig. Ik leer je crypto wereld kennen. Ik leer je long term investing. En ik leer je daytraden met crypto. Alles in één. Dus als je dit tof vindt, check even die links in de beschrijving. Alright, dit is even een kortere video tussendoor. Als het goed is, breng ik vandaag nog een video uit, vanavond. Of misschien komt die morgen, maar in ieder geval komt er zeer binnenkort weer een nieuwe video aan. Deze even tussendoor, omdat ik, zacht gezegd, gek word van alle Cardano-vragen. Mensen, ik ga het nu nog één keer zeggen. Cardano is een lange termijn hold. Je wil deze gewoon echt vasthouden, omdat er nog veel meer grote dingen voor Cardano aan zitten te komen. Dit kan iedereen gewoon checken in een roadmap. Dit is pas het begin van Cardano. Die 1 euro is echt het begin, of in ieder geval, zoals je nu ziet, die $1,28 is pas het begin. Nou, zoals je misschien wel mee hebt gekregen, Cardano ADA is launching on Coinbase Pro. Wanneer? Vanaf 18 maart is Coinbase verhandelbaar, kunnen mensen ADA of Cardano, of is Cardano verhandelbaar, kunnen mensen ADA of Cardano ontvangen op het platform, ze kunnen het kopen. Dus vanaf dan is Cardano volledig listed op Coinbase. Met het nieuws alleen al is ADA 23% gestegen in de afgelopen 24 uur. En dat is alleen met het nieuws dat de listing zou plaatsvinden. Maar op het moment dat de listing echt plaatsvindt, en dat is dus morgen 18 maart, als er echt gehandeld kan gaan worden, dan denk ik dat de prijs echt door het dak gaat schieten. Dit zie je bij alle coins die gelist gaan worden op Coinbase. Dus ik denk dat Cardano juist een ontzettende boost gaat krijgen. Er zijn heel veel mensen, ook op YouTube, die zeggen dat Cardano juist een pullback gaat krijgen, dat hij gaat dalen. Maar ik denk met deze listing dat hij juist omhoog gaat schieten. En dat hij all-time highs, hoger dan all-time high, gaat halen. Makkelijk. Dus voor de mensen in mijn DM's over Cardano, ik ga deze DM's niet beantwoorden. Het zijn er ontzettend veel. Dit is je antwoord in een korte video. Ik denk en ik weet, doe ik zelf ook, dat Cardano echt een lange termijn hold is. Ik investeer dagelijks in Cardano met het zicht op dat ik over 10 of 20 jaar daar een heel mooi potje als het ware in heb opgebouwd. Cardano staat nog maar aan het begin, er komen veel meer nieuwe updates aan. De market cap is ontzettend groot, maar kan zeker nog groeien. En ik denk met de stappen die er aankomen dat Cardano echt kan gaan competen met Ethereum. Dat gezegd hebbende, het was een korte video. Hopelijk heb je dat aan. Als je het nieuws nog niet wist, dan tof dat je het nu wel weet. Doe er wat mee. Ik ga je niet zeggen dat je moet investeren. Het is vandaag de 17e, morgen is de 18e en dan wordt de listing op Coinbase gedaan. Dus vul zelf maar in of het slim is om te investeren of niet nu in Cardano. Dus bij deze wil ik je bedanken voor het kijken van deze korte video en zie ik je terug in de volgende. Vergeet even niet om de video een like te geven als je dit soort updates nou tof vindt. En klik ook even op die abonneerknop zodat we sneller bij die 30.000 abonnees komen, zodat ik de winactie kan gaan doen. Bedankt voor het kijken en ik zie je in de volgende. Adios.